De nieuwe highscore! Ja. Wow! Ja. Ja, ik heb de nieuwe highscore gehaald. Oh! Echt? Ja! Dit is het schrikmoment van de vlog. Yo, power! Dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb even mijn sportbroekje aangedaan. En ik ga eventjes 5 minuten op dit apparaat. Ik heb gezegd dat ik dat elke dag zou doen. Nou, gisteren heb ik het niet gedaan, want toen was het rustdag. Maar ik heb het al 2 keer gedaan. Vandaag wordt de 3e keer. En ik ben heel erg benieuwd, want gisteren heeft Marvin het nog gedaan. En toen heb jij een record gehaald in 5 minuten met hoeveel traptredens? 602. 602 traptredens in 5 minuten. Yeah. Dat is echt lijp. We hebben ondertussen hier in de keuken hebben we even lekkere broodjes in de oven zitten. Dus als het goed is, als ik nu nog eventjes dit 5 minuten ga doen, dan gaat daarna de pieper af dat de broodjes klaar zijn. Perfecte timing, goed begin van de dag. Ik heb er ongelooflijk veel zin in, dus let's go. Ja, tuurlijk. Je kent toch dat je geen zin meer hebt en dan is op het laatst even die trap op Renzo nog. Kapot. Hier, tafel gedekt, broodje klaar. Perfecte timing. Oké, daar gaat Noël. Oké, ben je klaar? Ik tel af, ja? Ja. 3, 2, 1, go! Kijk. Ik ben erg benieuwd of hij dit 5 minuten volhoudt. Hij gaat echt al hard hoor. Je moet 5 minuten volhouden. Hè? Niet 1 minuut en dan 400 hebben en dan... Ja, fout maken of zo. Wat vind je ervan? Vind je het leuk? Ik vind het wel zwaar aan de benen. Ja, zwaar aan je benen. Maar ik fiets nu elke dag, hè. 5 minuten naar school. En je moet dus, als je op de helft bent, moet je je armen omdraaien. Dus dan je zo naar beneden trekken. Ja, want nu doe je bicep. Andersom is tricep. Kom op, Noël. Je bent 1,5 minuut bezig. Hoe voel je je? Ja, zwaar. Ik had vorige keer achter die hond aanrennen al. Goeie steken. Pak die bal, pak die knolbouwbal, doe het. Duiken, duik erop, duik erop. Noël, kom op. Dat was gisteren. Dit doet hem de das om. Ja. Ik zei een keertje tijdens het gamen, toen ging iemand dood en toen zei ja, dat doet hem de das om. Het was Noël zo hard aan het lachen, hij zei wat zeg jij nou weer, dat doet hem de das om. Ik zei ja, ken je die uitspraak niet, dat doet hem de das om. Ken jij die uitspraak? Ja, ja toch? Dus nu heeft hij mij op Discord, op zo'n voice ding, net als Skype en zo, heeft hij me de naam gegeven, dat doet hem de das om. Dat doe ik als Enzo. Maar hé, hey, je zit nu op, ja, oh, wisselen, ja. Je armen wisselen, juist. 2,5 minuut, let's go. Kom op Noël, kom op Noël. 1,5 minuut, kom op. 1,5 minuut. Nu nog? Ja, kom op Noël. Kom op, laatste minuutje is ingegaan. Hou die focus. Lekker. Nog een half minuutje. Kom op. Geef alles. Laatste beetje. 30 seconden nog. Kom op. 15 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Lekker. Hij is helemaal verslagen. Bro, ik kan jou 1 ding vertellen. Jij hebt de nieuwe highscore! Ja. Wow! Hey Thijsie, hij heeft de nieuwe highscore!
Bro, hij heeft, check dit, 689. Dat is niet normaal. Had je het gevoel toen hij bezig was dat hij de huiskool ging verbreken? Nee, totaal niet. Maar je ziet nu wel dat hij helemaal kapot is. Ik moet niet opgaan. Kijk, zo kunnen jullie het ook zien. 689. Dit is echt niet normaal. Hoeveel calorieën heb je verbrand in die 5 minuten? 98. Wow! Dat is veel hoor. Dat is bijna 100 calorieën verbrand in 5 minuten. Dat is echt sick. Bijna 100 calorieën! Wow! Goeie. Oké, Thijsie. Ja, let's go. Wow, dit is wel lijp hoor. 689. Hey, ik stuur het even. Ik maak hier even een fotootje van. Hoe dan, gek? Je komt hiernaast staan met je thumbnail gezicht. Nee, spijt me. Oh, Thijs! Let's go, bro. 700, let maar op. Oké, ik ga de timer starten in 3, 2, 1, go. Daar gaat hij. Heel vetting ver. Ga op in de maan, man. Hey, dit is een keer energie te spelen. Ja. Kom op, bro! Een schat van de 850. Ja. Daar gaan we dus voor, man. Kom op, bro! Yo, oh. En het is tijd om te wisselen. Hoppa. Lekker hoor. Kijk even die beentjes van Thijs hoor. Lekker hoor. Hey. Kom op, bro. Nog 20 seconden. Kom op. Die laatste beetjes. Die laatste beentjes? De laatste beetjes. Die laatste secondes, bedoel ik. Maar goed. Kom op, bro. Hoe kan je in zo'n situatie nog grappig zijn? Ja, kom op. 3, 2, 1. Let's go, Thijs. Let's go. Nee. Wat heb je? Je zegt nee, maar ik ben trots op je. Ja. Ik ben trots op je. Ja, bedankt boys voor de steun. Vooral voor de... Even kijken wat hij heeft. 541. Dat is zeker iets om trots op te zijn. Ja. Want gisteren had je 470. Ja, dat klopt. Ja. Daarvoor had ik 544 volgens mij. Ja, maar ja, dus zit je nu ik toch zit, weer... Ik zit in mijn... Je zit weer op het goede. Ja. Ja, toch? Back on track. Lekker, bro. Wow. En ik zat tijdens het filmen, zat ik zo even te kijken, zo naar mijn knietje. Toen dacht ik van, wow, blijf toch echt de gruwelijkste tattoo die ik heb. Check deze even. De knolpower tattoo. Kijk hoe vet die nog is. Zo clean. Hij moet wel een klein beetje bijgewerkt worden, want niet overal zijn de lijntjes zeg maar even dik. Maar echt zo vet. Wow. En ik heb natuurlijk elke dag nog, als ik de vlog afsluit, met mijn rechterhand, dikke, vette... Jawel. Zo blij mee. Allebei gruwelijke tattoos. Kijk eens, dames en heren. Mama Myron die is teruggekomen voor de jongetjes met koffie. Wel lekker hoor dat ze dat eventjes heeft gehaald. Ik ben nog steeds zo hyped over mijn achtergrond. Oh my god. Dat is echt geniaal. In ieder geval, we moeten je wat vertellen. En sterker nog, Noël die moet je wat vertellen. Ja. Ja, ik heb de nieuwe highscore gehaald. Oh, echt? Ja. Niet zo wel. 689. Oh, ja. Nou, dan heeft hij echt lopen stampen. Ja, hij heeft echt... ja, ta. Oh 689. Het is ongekend. Ziek hoor. Nou, ik snap er dan? Niks van. Ja, ik snap het wel. Jij zit alleen met de ouwe hoeren. Ja, hij zat weer op die score. Hij zit Corvette. Haft in de motherfucker. En dat zinnetje verandert 3 keer per... Ja. Weet je wat ik denk? Ik denk dat jullie zeggen dat ik het ook wel kan halen. Oké, ja, maar dat denk ik ook. Alleen ben je dan wel zeg maar de hele tijd aan het sprinten gewoon. Hij was de hele tijd aan het sprinten en op het einde deed hij nog een eindsprint zelfs. Ja. Dat is lijp hoor, het is echt lijp. Maar hey, dan weet je waar je voor moet vechten. Die highscore moet je weer terugpakken. Want ik ga hem niet kunnen halen. Dat is één ding wat zeker is. Nee. Noël die is veel te ielig en langig. Die is zo ta-ta-ta-ta-ta, zoals een springkaart. Ta-ta-ta-ta-ta. Ja. Ja, dus, ik ga mijn sportbroekje aan doen. Ga je hem doen? Ja. Wow, oké, let's go! En dan gaan we, we hebben koffie. Hey, dus gaan we even Marvin even supporten. Hey. Kom maar. Dan gaan we even toeschouwers. Ja, let's go! Helemaal kapot ga je. Ja, je moet eigenlijk korte broek aan. Ja, dit mag gewoon even omkleden. Wow! Korte broek? Oké, let's go. Oké, ik heb even extra dingetje gedaan hier zo. Oké, Marvin, we geloven in jou. Dit gaat al goed hoor. Zagen. Nee, dit moet je dus niet doen, want dat
super irritant. Ja, dat was bij mij net ook de hele tijd zo. Ja, nee, dat vond ik ook niet zo. Nee, oké, is goed. Dan gaan we gewoon als zombies gaan we gewoon kijken hoe Myron dit gaat fixen. Lekker hoor, Myron. Nog 1,5 minuut. 45 seconden. Nog 1,5 minuut. Nou, ik weet één ding zeker. Zo snel ging Noël niet. Nog 15 seconden, Myron. Kom op, let's go. Nog 10 seconden. Kijk eens even zagen. Holy moly. Dit is niet normaal. 3, 2, 1. Oh my god. Oh my god. Dit is absurd. Wow, jij reageert precies hetzelfde als Noël. Die ging ook meteen zo achterover liggen. Moet je mijn hartslag voelen? Oh. Wow, echt hard. Ik heb het nog niet gezien, jij? Ja? Ja. Heb je het gehaald? Weet het niet. Wow, ze heeft jou gemurderd, man. Ze heeft je gemurderd. Oh my god, Noël. Wow, Noël is gemurderd. Oh my god. Hey, Noël kon niet lang genieten van zijn eerste plek. Zo, echt, hè? Kwijt. Het was gewoon Noël. Hier is jouw eerste plek, Noël. Kijk, hier is jouw eerste. En daar kwam Myron. Bam, 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 bam. Oeh. Ja, ik kan daar niet tegen, als iemand dan... Wow, ik ga het nog even laten zien op de camera. 733. Oh my god. Wow. Niet normaal. Echt niet normaal. En hoeveel had jij dan? Ja, ik had 588. Toen kwam deze banaan met 689. En nu kom jij met 733. En Thijs? Ik had 5. Corvette. Corvette. Hard in the map van de motherfucking jack. Volgens mij 544 of zo. Thijs, je had 541. Nee. Maar dat was bijna hetzelfde als eerst. Ja, ja. Hij zit weer op hetzelfde niveau. Maar wow, Myron, respect. Echt niet normaal. Welke pot nu? Hier duimpje voor jou. Duimpje voor jou. Niet normaal. Goed toestel dit. Ik was vergeten te vertellen dat ik de schroeven niet had aangedraaid. Ik zweer het. Daarna gingen de wieltjes eronder. Oh my god. Oh my god. Nee, ja, het is niet gebroken. Til zo. Oh ja, joh. Volgens mij is helemaal niet geen probleem hoor. Hier ligt nog een wieltje. En die zat er eerst. Oh, die had iets afgebroken. Nee, maar dit ligt wel lekker, kijk. Je hebt er altijd last van je onderrug. Kijk, oh. Jij sprong er gewoon op. Ja. Ik hoorde dat geen pijn? Klap, joh. Ja, je moet... oh. Ja, hij is weer gefixt. Hij is goed. Ja. Ook in de plankjes weer. Is dit fijn? Oké, het enige wat ik eventjes wilde laten zien is dat ik gewoon wat nieuwe producten heb. Deze is echt zo super nice. Deze is echt vet. Misschien ook wel nog vet voor kerst, omdat het groen is. Ik heb eentje voor Myron in maatje S. En ik heb er voor mezelf eentje. Nou, deze is echt super nice. Kijk die kleuren. Zo. Kijk hoe vet dat eruit ziet. De hele mouwen weer vol. Ja. Daar komt Myron. Hoi. Ik zeg hi. Hoi! Kijk, ik heb voor jou ook eentje geregeld. Yes! Nice, hè? Ja, dit is de nieuwste, hè? Ja, dus net die uit op knolbouwen.nl. Hey. Ga checken. Oh. Waar zijn die andere twee die ik nieuw had? Oh ja. Oh, nieuwe potpakket. Kijk, ja, twee nieuwe. Eentje helemaal met all over en eentje peace. Oh, cool. En voor de mensen die nog steeds niet weten hoe dit werkt, je hebt twee van deze dingen op knolbouwen.nl staan die je nodig hebt om te plakken.
En als je die eenmaal hebt gekocht en je kan hem plakken, dan doe je hem dicht, je draait hem en dan gaat hij er vanaf. En dan pak je deze en die kan je dan zo erop plakken. Of dan pak je deze en die kan je erop plakken. Dan hoef je niet weer een hele nieuwe popsocket te kopen, want dit plakding, dat blijft gewoon goed. Snap je? Dat zit er gewoon op, dat zit super vast. Dus nu doe ik gewoon deze en die draai ik dan en dan is hij gewoon weer goed. Hey. Dus nu kan ik deze twee kan ik hier ook gewoon opgebruiken en op poppen. Maar goed, ja, en een nieuwe hoodie. Super nice, ik ga hem even aandoen. Zo, Marvin, heb je al op de bed gelegen van Noël? Dat is lekker. Je ligt lekker, hè? Dat is niet normaal, hè? Ja. Ja, het is echt lekker. Ja, het is echt lekker bed. Ja, jullie zijn nu gewoon aan het kijken. Nee, nee, het is echt. Ik zeg. Heerlijk. Ja, ik heb echt geluk. Ja, moest even lekker liggen, joh. Ja. Oh, zo. Ja, ga lekker slapen nu meteen, hoor. Dat is fijn, hè? Ja, dat is echt. Nou, het is top, hè? Kwaliteitje. Kwaliteitje. Echt top, hè? Zie je? Ik kan gewoon lekker bouncen. Ik heb nog niet gelegen. Het ziet er niet zo lekker uit. Oh, ja. Ja, heerlijk. Ja. Fijn, hè? Ja, super. Fijn, hè, meidje? Ja, dat vind je lekker. Heerlijk. Ja, fijn bedje. Ja. Ja. Oh. Ik heb op de auto gelegd. Zij heeft een jas vast. Keihard. Ja. Oei, oh. Wacht. Oh, ja. Oh. Hoe kan dat? Hij gaat zo in de nacht slapen en dus wordt hij zo in de nacht wakker. Stok in mijn reet. Oh. Dat vind ik mooi, hè? Stok in mijn reet. Hoe kan dit? Ik zit gewoon stil. Oh, joh, man, dit zijn maar weer schoenen. Gewoon lekker keltje. Als ik op mijn buik slaap. Zo. Maar is top bedje. Ja, is een mooi bedje. Dit bedoel ik, dames en heren. Ik heb ze even uit de laag gehaald. Kijk, ik heb hier allemaal van die popgrips. Die heb je dus in eerste instantie nodig om te plakken. En als je deze eenmaal hebt geplakt, eentje daarvan. En dan heb je hier gewoon een paar die je gewoon erbij kan kopen. Kijk, deze. Oh my god, deze past ook zo goed. Toevallig heeft Thijs ook iets aan, dat past ook heel goed. Kijk, dat is echt niet normaal. Hij past natuurlijk ook goed bij de nieuwe hoodie. Deze groene. Van KP Worldwide. Nice, dus deze ga ik erop knallen. En Marion heeft weer de roze terug. Yes. En Nienke, die krijgt er dus nu eentje van mij. Mag je even uitkiezen welke? Die. Alsjeblieft. Dankjewel. Dat is een kerstcadeautje. Mag je ook kiezen welke je erop wil? Dus of wil je, of je wilt die gewoon, of je wilt gewoon een van deze drie erop. Oh! Ik vind die met sok wel heel leuk. Ja? Ja. Dan krijg je die met sok, ja? Je kan hem draaien, je kan hem draaien. Je kan hem draaien. Ja, we moeten Nienke nog even updaten over die meme. Over de thumbnail meme. Maar komt helemaal goed. Wie heeft dat gedaan? Marvin, wat doe je nou? Marvin die gaat gewoon op het bed staan hier en in één keer is het kapot. Noël. Leuk slaap daar gewoon. Jullie hebben hem al kapot gemaakt. Nee. Serieus kapot. Heb je hem echt kapot gemaakt? Oh my god. Oh my god. Wow. Wow. Dat meen je niet. Wow. Jullie hebben dat gedaan. Ging jij erop staan? Ging jij erop staan? Ik hou niet van liggende mensen. Nee, dus zeg gewoon wat er is. En dan wielt ze nou ook. Zeg wat er is. Oei, joh. Ik kreeg een stomp in mijn maag. Waar is je crafting table, Marvin? Dit zijn van die sticks, hè? Minecraft. Oh. Ik heb Minecraft ervaring. Ja, natuurlijk. Jij weet waar het wol moet voor het bed. Kijk, pak even zo. Piep, piep. Pak even een stick zo. Ja. Even zo. Gaat helemaal goed. Zie je? Haam zo uit de rugzak. Dat is een haam. Nice. Nee, dat komt omdat je geen Minecraft speelt. Maar die wieltjes, wat doen die daarom? Ja. Zijn die ook afgevallen? Maar wat hebben jullie met het ding gedaan? Dat weet ik niet, ik zie het ook voor het eerst. Ja, ik ga het zien in de vlog, hè? Nee, helemaal niet. Ik upload niks. Nee, ik ga deze vlog privé uploaden. Zonde. Ik stuur alleen een linkje naar Noël en Thijs. Wat hebben jullie gedaan? Nee, ik vind het echt niet leuk als je zo mij onder druk legt, zo ik ook aan het filmen ben. Het is gewoon, ik ga Minecraft spelen. Maar de reden waarom Marvin op bed ging is omdat ik even een foto van haar ging maken van de popsocket. Want ja, een nieuwe popsocket, gewoon nice. Hey. Gewoon knophouw.nl. En toen ja, ging ze in één keer op bed zitten, dat moet je ook gewoon niet doen. Ja. Smile. Oh, girl. Oh my god, Marvin! Oh, ja, dat stond op beeld. Wauw. Altijd weer Marvin. Wat een kutbed dan ook. En dan zeggen ze dat, ik gewoon altijd slordig ben en dingen kapot maak. We zijn echt een stelletje bofkonten, want de dames hebben voor ons gekookt. Wij hebben hier lekkere pasta die Myron en Nike. Super lekker! Mmm. Yummy! Mm.
ga lekker smikken. Oké, we zijn nu hier in de studio. En hier brengen we sowieso veel tijd door. Thijs aan het designen, Noah aan het gamen. Ik ben aan het werken, slash ook af en toe gamen. Kijk, boep boep. Helemaal nice, lekkere warzone. In ieder geval... In ieder geval, we hebben een plannetje bedacht. Want de dames, Nienke en Marvin, die zijn een horrorserie aan het kijken. En Nienke moest net plassen en die zei, wow, het is zo eng, dat is niet normaal. Dus wat wij gaan doen, is wij komen naar binnen in de woonkamer en zeggen van, hey, hallo, hoe is het? We gaan drinken pakken. Hey. Is hij leuk, is hij leuk? Nienke zei dat hij eng was. En dan lopen er twee terug en eentje blijft achter in de keuken. Ja. Dat ben ik. Maar ik heb één ding om te zeggen. We moeten eigenlijk wel ietsjes langer wachten voordat we gaan, want ze is net teruggegaan. Dus we moeten nou nog een beetje settelen in de film, weet je wel. Ze moeten eigenlijk dat is wel goed, 10 minuten. Ja, we spelen nog één potje en dan gaan we daarheen. Pakken we even wat eten. Als we nu meteen gaan, zij is nou net weer gaan zitten, dan zit je nog niet in die film. Nee, dat is waar. Dus dat even zo. En eigenlijk moeten wij het gesprek aan, want dan is het heel erg gefocust op ons dat wij er zijn. En dan ga jij daar alvast zitten, een beetje hier zitten, chillen. En dan gaan wij en ik, ja, is leuk, ja. Goed. Ik vind het een goed plan. Oh, let's go. Oké, dat gaan we doen. We gaan heel even wachten en dan gaan we erheen. Oké. We zijn er klaar voor. Oké, even een jel. Oké, dit is even een jel. Wij doen dit wel. Kom op. Let's go. Oké, ik is nog even plassen. Let's go. Hij moet nog plassen. Nee, waar zouden we nu gaan? Nee, we doen dat daarna. Nee, ga maar blassen. Iets wat helemaal in die apropos van, we gaan beginnen. Dan die eentje naar hem toe gaan. Dit is het schrikmoment van de vlog. Belangrijke missie, ja. We zijn net de drie musketeers, oké? Okay? Focus. Let's go. Wij zijn on the go. Oké, let's go. Ik ga het weer helemaal missen. Oké, even serieus. Nee, ik wil even serieus zeggen, man. Ik doe even die deur dicht. Kijk, Noël, je bent nou weer helemaal aan het verneuken. Even adem in, even serieus. Kijk maar aan. Eén diep adem in door de neus. Hou vast. Oké, we gaan het doen, ja? Ja. Kom. Oké, nog één komt herhalen. Wij lopen naar de koelkast en zo gaat kruipend achter ons aan. Ja, kom op. Jezus, wat moeten we hier dan? Het is al verpest. Ja, echt. Dat is goed. Oké, ik ga nog één keer uitleggen. Ja, kom op. Kijk, kom op. Ik ga nog één ding zeggen naar Gamer, ja? Ja. Oké. Wij lopen met z'n tweeën naar voren naar de koelkast toe. Die film is daar al afgelopen. Ja. Oké, door. Echt dat jij het erg zou schrikken. Nee, en ik was, maar zij was bezig met haar. Ik zag jouw teentje in één keer hier overheen komen. En zo helemaal zo bewegen. Nee. What? Ik kan het niet door. Kijk ze even hoor. Lekkere knippertjes erbij. Is het eng? Lijkt mij wel een beetje. Spannend. Oh, ik moet even de boys vertellen dat het geslaagd is. Niet bij mij, hè? Oh my god. Het is zo goed gelukt. Ja? Is het gelukt? Wow, yo. Bro, ik wil één ding zeggen. Dit was crazy. We hebben net een stukje opgenomen. Bro, ik snap er niks van. Wij lopen dus terug. Ja. Ik dacht, jij ligt al achter die bank, weet je wel. Maar jij lag er nog niet. Nee. Wacht. Dus ik loop zo terug. Die deur staat open. Weet je wat ze zegt? Can you please close the door? Ja. Ik zo, yeah, sure. Dus ik loop zo naar die deur. Lig jij er halverwege om de ingang? Ja, klopt. Ik denk, fuck. Dus ik zo die deur dicht trekken. Zo jouw voet zo nog vast. Ja, klopt. Nou, dus op een gegeven moment, ik doe die deur zo dicht. Hun kijken mij recht aan. Ik zie jou zo liggen. Ik denk, hoe zit het in jou? Je zit er recht op. Ja. Hij zo, enjoy the movie. Die deur gaat dicht. Ik zie jou zo kruipen. Maar het is dus gelukt. Ja. Oh, echt, het is zo goed gelukt. Wow.
Serieus? Ben je verantwoord? Serieus, Nienke schrok bijna niet. Gewoon eigenlijk niet. Ja. Maar Maiwen... Wow, dat is niet... Ik heb Maiwen nog nooit zo erg laten schrikken. Dus dit was perfect. Oh my god. Boys, even een yell. We did it, dit is yes. Even een yell. Wij kunnen dit wel. Oh, yes. Come on. Yes. Yeah. Woe. Wow, je wordt tegelijk. Jij gaat naar bed, hè, maatje? Ik ga naar bed, maatje. Ga je naar bed, maatje of niet? Ik ga ook naar bed, maatje. Okay, maar even voor de duidelijkheid. Ik wist het. Morgen, Nienke moet vroeg weg. Marjan gaat vroeg weg. Ja, Noël moet vroeg weg. Ja, sorry, je moet weg. Je wist het nog niet. Maar jij gaat morgen naar huis. Nee, maar hey, dagje met de boys. Dagje met de boys, come on, boys. Hey, dagje met de boys. Dagje met de boys. Boys. Hey, boys. Hey, boys. Hey, boys. Het is 2:30 s'nachts. Oké, okay, slaap lekker, maatjes. Slaap lekker. Ik ben nog wakker. Zullen we gaan gamen? Dat is goed. Oké, okay, dames en heren, heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Ik heb nog even lekker gedoucht. Mijn haartjes, damn, die hebben best wel een kleurtje. Ja, dat wordt echt steeds heftiger, maar het is niet meer echt rood-zwart. Het is gewoon rood-blauw-paars of zo. Ik heb geen idee. Roos. Je ziet het hier ook op mijn scherm. Het is echt lijp. In ieder geval, heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even de blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie heel graag morgen mijn gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette... Puss. Oh. Knol power.